Miguelis Antoni, ik hoor jou net zeggen, er staat hier een trotse trainer, ondanks de 0-1 nederlaag hier bij FC Twente. Is dat het gevoel wat overheerst na afloop van deze wedstrijd? Ja, logisch, je bent teleurgesteld, want je wil altijd winnen. Alleen als je verliest 1-0 tegen Great Eagles, waar je 60 minuten weggooit, of je verliest 1-0 zoals vandaag, waar je 70 minuten de baas bent, uit in deze grote stadion tegen een grote club met heel veel kwaliteit, ja, dan moet ik positief blijven en kan ik hiervan meer aandachtspunten vinden om verder nog sterker te worden. Ik denk dat dat ook de conclusie is die je na afloop kan trekken, hè? Dat er hier meer in had gezeten dan een 1-0 nederlaag. Zeker, we hebben veel meer kansen gehad, veel meer balbezit en we moeten ons alleen prijzen. En dat is niet het geval, maar ik hou niet van opgegeven kopjes zoals Mercedes momenteel omlopen. Ik heb toch eens trots zijn en gewoon kopje omhoog en dan gaan we hiermee verder. En je ziet dat in deze competitie iedereen verliest en iedereen wint van iedereen. Ook vandaag heb ik hele rare uitslagen langs zien komen. En uit tegen een grote club zoals Twente, ja, ben je gewoon de baas hier. In ieder geval laat je zien dat je dit niveau waardig bent. En daar moet je gewoon trots op zijn. En de competitie is nog niet verspeeld. We zijn pas 11 wedstrijden bezig. En we blijven progressie boeken. Nu 2 stappen achteruit gedaan, nu weer wat een stapje vooruit. En dan moeten we vasthouden. En er kan alleen maar leuke dingen komen nog. Heeft het jou verrast dat je ploeg hier in de Grolsvesten bij FC Twente eigenlijk gewoon een groot deel van de wedstrijd de bovenliggende partij is? Nee, niet verrast, want ik weet dat we deze kwaliteit hebben. Het is ook waar we naartoe werken. Alleen dat we zo dominant waren, ja, dat niet echt een verrassing, maar dat maakt me wel blij. En daar trainen we elke dag voor. En vandaag is alles uitgekomen wat in de afgelopen 2 weken niet was. En nogmaals, dit moeten we vasthouden. Dus dan is eigenlijk het enige minpuntje dat er een kansje in gaat moeten. Ja, misschien ook meer dan één. Het gevoel van de spelers is wat als we er 1 hadden gescoord, hadden we ook 2 gemaakt. Het geeft in ieder geval voldoende aanknopingspunten richting en de beker en volgende week Helmond Sport uit. Zeker, alleen daar moeten we ook niet te euforisch van zijn. Dus realistisch, 2 voeten op de grond en verder werken. Dankjewel.